Ik was laatst de gast in de podcast van Studio Plantaardig. En het onderwerp was vegan opvoeden. En of dat nou verstandig is om te doen. Nou, ik sta er zelf natuurlijk heel positief tegenover. Ik ben zelf vegan. Ik heb 2 kindjes die ik zo opvoed. En ook als diëtist zie ik in mijn praktijk heel veel gezinnen die hun kindje volwaardig plantaardig wil opvoeden. En in deze video ga ik heel veel vertellen over je kindje volwaardig plantaardig opvoeden. En heel veel dingen laten zien ook. Maar eerst iets anders. Er is namelijk ook best wel wat kritiek op plantaardig opvoeden. Zo ook de kinderarts die geïnterviewd werd in de podcast. Die was er niet zo blij mee als ouders ermee kwamen dat ze hun kind vegan opvoeden. Want hij maakte zich zorgen dat de kindjes niet genoeg calorieën zouden binnenkrijgen. En een tekort aan vitamines zouden krijgen. Met een beetje doorvragen betrof het vooral B12. En ook wel vaker hoor ik het van collega-diëtisten, van bepaalde soorten collega-diëtisten, dat die er niet zo positief tegenover staan. Bijvoorbeeld ook bij dit artikel. Dit is gepubliceerd op de Nederlandse Vereniging van Diëtisten. En de titel is De voor- en nadelen van veganistisch eten. Nou, dat had beter kunnen zijn. Zeer matige argumenten tegen vegan eten. En het begint eigenlijk heel goed. Over vegetaars eten, dat het vaak leidt tot gezondheidswinst ten opzichte van een omnivoor dieet. Veel chronische ziektes komen minder voor bij vegetariërs. Het heeft een lagere ecologische voetafdruk. Zelden tekorten in voedingsstoffen. Nou, dus over vegetaars eten is die mevrouw heel positief. En dan gaat het zo. Een ander verhaal is veganisme. Nobel streven, maar de mens is daar niet echt op gebouwd. En nou, dat gaat een heel stuk over eiwitkwaliteit. En ik weet niet wat ik over moet zeggen. Dit is zo achterhaald. Dus dat sla ik even over. Maar waar ik vooral heel erg over val, en dat is het stuk hier. Zij claimt dus dat het niet geschikt is voor kinderen om je kind vegan op te voeden. En daar haalt ze een onderzoek bij uit 1994 is dat gepubliceerd. En het gaat over een macrobiotisch eetpatroon. Nou, dat lijkt een klein beetje op plantaardig eten in die zin dat het allebei voornamelijk plantaardig is. Maar bij een macrobiotisch eetpatroon, dat is gebaseerd op de filosofie dat er een balans moet zijn tussen yin en yang. Terwijl plantaardig eten anno nu gaat over je kindje volwaardig voeden met plantaardige voeding op basis van wetenschappelijke inzichten. Het hoeft niet yin en yang. We willen juist voedselcombinaties zodat je kindje kan floreren. Hè, op een bewezen manier. Nou, je staat verder ook nog dat die macrobiotische kindjes die dus 30 jaar geleden zo het eten kregen, allerlei tekorten kregen. B12, eiwit, vitamine D, calcium, vitamine B2, dat kwam allemaal tekort. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Het zijn hele belangrijke bouwstenen om goed te groeien. Die kindjes hebben dat niet gehad destijds. En daardoor kregen ze ook allerlei klachten. Een groeivertraging, te weinig vet- en spierweefsel. Een cognitieve achterstand. Nou, dat zijn natuurlijk geen dingen die je kindje gunt. Echt heel verschrikkelijk dat het in die tijd zo gegaan is. En daarbij moet ik echt aangeven, 30 jaar geleden zag de wereld er heel anders uit. Je had geen plantaardige melk met calcium, met B12. Je had niet alles wat we nu hebben. Dit was nog voor het internet. Er was wel internet in die tijd, maar niet gangbaar bij mensen thuis. Er was geen social media, de hele informatievoorziening was zo anders dat je dat niet kan aanhalen als argument. Die macrobiotisch gevoede kindjes hebben niks te maken met hoe ik mijn kind voed. En vervolgens ook wordt er een claim gedaan dat er in de praktijk af en toe toch ondervoede kindjes voorbij komen. Ik zie ze eigenlijk niet in de praktijk. Ik weet niet op waar ze op passeert. Ik zie heel veel vegan kindjes en die zijn vaak prima gevoed. En hier staat ook nog een stukje, en daar vind ik ook wel heel erg jammer, dat het altijd een lastig verhaal is om ouders dan uit te leggen dat een opgroeiend kind echt wezenlijk andere voedingsbehoeftes heeft dan een volwassene. Want dat zou betekenen dat ze hun principes niet moeten laten prevaleren boven de gezondheid van het kind. Dat suggereert ten eerste dat die twee niet samengaan. En ten tweede hebben kinderen niet heel andere voedingsbehoeftes. Dat valt wel mee. Dezelfde voedingsgroepen moeten gegeten worden. Ze hebben dezelfde voedingsstoffen nodig. Ze hebben alleen minder nodig, want het zijn kinderen. Ze hebben niet meer eiwit nodig dan de volwassenen. Ze hebben niet meer ijzer nodig dan de volwassenen. Dat niet. Maar je wilt wel zorgen dat ze alles binnenkrijgen omdat ze groeien. En als je nog in de groei bent, heeft een tekort meer een nadelig effect dan voor een volwassene die al uitgegroeid is. En ja, voor volwassenen is het ook niet goed hoor, maar voor een kind nog wel wat extra. Maar dit wordt nu gesuggereerd dat kinderen echt iets totaal anders nodig hebben en dat je
ja, weet ik veel. Er wordt al zo moeilijk over gedaan. Nou, dan nog heel stuk over het klimaat. Vegetarisch eten was ecologisch verantwoord, maar helemaal vegan? Nee, dat niet hoor. En het eindigt nog met een klapper. Ten slotte kun je je afvragen wat de negatieve gevolgen zijn van de stijgende consumptie aan soja. Daar wordt zowel in Azië als in Zuid-Amerika het regenwoud in uiltempo voor gekapt. 80% van de wereldwijde sojaconsumptie is voor veevoer. 80%. De Amazone wat allemaal gekapt wordt, dat gaat niet naar de sojamelk zoals wij die drinken. Nee, dat gaat naar veevoer. Dit is een prachtig argument om vegan te gaan eten. Dus nee, hier zijn wij niet de schuldigen van. Vaak komt ook de soja uit tofu en sojamelk gewoon uit Europa of uit Canada. Het valt me ook op dat kritiek op vegan eten vaak komt van zorgverleners van de oude garde. Misschien ook niet zo gek, want ze zijn zelf opgevoed met een naoorlogs eetpatroon vol vlees, zuivel, roomboter en eieren. En het artikel ook dat ik net liet zien, dat is geschreven door een diëtist. En dat is zij al sinds 1976. Toen zij voeding en diëtetiek studeerde, zag de schijf van vijver nog zo uit. 3/5 van deze vakken is dierlijk. Tenminste, ik denk dat dat een fles melk is, helemaal bovenaan. Het is natuurlijk een hartstikke leuke kleurplaat dit, maar we zijn op voedingsgebied echt heel veel verder gekomen in de afgelopen 50 jaar. En de wereld ziet er nu zo anders uit. Het is nu 2024 en we kampen niet meer met ondervoeding. We kampen met overvoeding, met pandemieën, een groeiende wereldbevolking, een uit de hand gelopen vee-industrie, met een klimaatcrisis, een gezondheidscrisis. We hebben zoveel nieuwe uitdagingen. De tijden zijn nu anders en het is in mijn optiek meer dan ooit tijd om na te denken over een eetpatroon dat bestand is voor de toekomst. Wat de komende generaties gewoon nog kunnen volgen. En dat kan niet met al dat vlees. Dat kan niet met al dat zuivel en met die stalbranden en dat soort dingen. En bij wie kunnen we beter starten dan bij de daadwerkelijke toekomstige generatie? Namelijk onze kinderen. Want we doen onze kinderen ook een dienst door ze gezond en duurzaam te laten eten. In plaats van dat ze het op latere leeftijd anders moeten gaan eten. Want vroeg of laat moet iedereen eraan geloven. Het eetpatroon van nu, dat kan niet nog 100 jaar meegaan. En een plantaardig eetpatroon is duurzaam, het is gezond, het is diervriendelijk. En naast dat het gezond kan zijn, alleen maar dat je voedingsstof haalt, kan het ook nog eens extra optimale voordelen opleveren. We hebben heel veel overgewicht, hart- en vaatziekten, diabetes, bepaalde vormen van kanker. Allemaal dingen waarvan we weten dat een plantaardig eetpatroon het kan beschermen. Dus ik ben een groot voorstander van en ook in de praktijk zie ik enorme aandacht en interesse in plantaardige voeding. En ja, ik vind dat geweldig om te zien. Maar dit soort bullshit artikelen praat mensen wel weer in angst aan. En gaan ze hun kind toch maar weer eten geven zoals ze altijd hebben gedaan. Terwijl het echt wel gezond plantaardig kan. En laten we juist onze energie en onze inspanningen inzetten om mensen de juiste handvaten te geven en de juiste kennis mee te geven. En dat de eetomgeving positiever wordt om gezond plantaardig te eten. Dus daar ben ik groot voorstander van. En in deze video ga ik het ook laten zien hoe je het kunt doen. Hoe kun je volwaardig eten en waar wil je op letten? Nou, wat ik al zei, ik voed mijn kindjes vegan op. Mijn dochter is nu bijna 3,5 en ik heb een baby van 3 maanden... Dus een baby van 3 maanden krijgt alleen maar borstvoeding. Dus dat is wel dierlijk natuurlijk. Maar wel vegan. Want er gaat geen dier voor dood. Maar eerst nog wat anders. Ik wil nou wat laten zien. Hè? Want ik kan wel zeggen dat het kan. Je kunt je kind plantaardig opvoeden. Maar ook is er in 2016 een position paper uitgekomen van de grootste diëtistenorganisatie ter wereld. En ik liet hem vorige week ook al zien in mijn video. Ik heb hem hier weer even in beeld. En zij geven ook aan dat het hun positie is vanuit de organisatie. Dat vegetarische, waaronder vegan diëten, gezond zijn en voedingskundig volwaardig zijn. En dat ze allerlei voordelen kunnen bieden. En dat ze geschikt zijn voor alle fases van het leven. Waaronder voor zwangerschap, borstvoeding, voor baby's, voor opgroeiende kinderen, ouderen. Voor allerlei verschillende mensen. Dus het kan zeker. En nu nog leren hoe. Waar wil je op letten en hoe wil je het volwaardig doen? Zodat je niet net als de macrobiotisch gevoede kindjes van 30 jaar geleden, die simpelweg niet wisten waar B12 in zat, of nog dachten dat het in zeewier zat, weet je wel. Met de juiste kennis, met de kennis van nu, om je kindje goed te voeden. Nou, ik heb
als anekdotisch bewijs heb ik de groeicurves van kindjes er even bij gepakt. En dit is die van mijn dochter. Mijn dochter is, als baby was ze heel groot. Nu is ze gewoon groot. Links zie je haar lengte naar leeftijd. En ze groeit sinds dat ze 1 is al op de, gewoon netjes op de plus 1 lijn. En dat is een hele mooie groeicurve die ze volgt. En ook haar gewicht. Het is mijn ervaring absoluut niet dat het moeilijk is om de calorieën binnen te krijgen als kind. Niet als ze je de juiste dingen geeft. Daar ga ik zo wat meer over vertellen. Mijn kindjes groeien hartstikke fijn. En mijn zoontje is nog groter. Dit is, hoe die zo groot komt, weet ik niet. Hij is niet zo groot als schat op basis van mijn lengte en die van mijn vriend. Maar zijn lengte groeit nu boven de plus 2,5 lijn. Dus echt heel flink. En ook qua gewicht. Het is echt een grote baby. Hij weegt bij 3 maanden al 7,2 kilo. En hij zit ook al een tijdje in maat 68. Dus dat is echt heel flink. En nou, wat je rechts ook ziet, hè, dus gewicht naar leeftijd lijkt een beetje af te buigen. Mocht je nu denken van, aha, zie je wel, vegan moeders maken niet genoeg borstvoeding aan. Hij groeit niet goed. Dan wil ik je er graag naar herinneren dat hij 7,2 kilo weegt. Hij is enorm. En zo'n kleine meetvariabelen hoef je geen zorgen om te maken. Stel, jij hebt ook groeicurves van jouw kindje en je ziet echt een afbuiging. Of je denkt van, hé, het groeide eerst veel meer en nu wat minder. Kun je altijd aan de bel trekken en kijken met een diëtist of een andere zorgverlener. Hè, hoe kun je dubbelchecken of alles goed gaat. Nou, bij mij is alles goed gegaan en ik heb ook eigenlijk nooit commentaar gehad bij het consultatiebureau. Want ik denk dat als je kindjes zo goed gevoed zijn, dat ze er niet over beginnen. Maar weet ook, het feit dat mijn kinderen heel groot zijn, is een voordeel op dat punt. Maar kinderen zijn allemaal anders. En net als dat je kindjes hebt met blond haar en bruin haar. Je hebt grote en kleine kinderen. En het maakt niet uit of je aan de ondergrens groeit, als je maar je eigen groeicurve volgt. En dit is de groeicurve van mijn kids. Die is gewoon heel ruim. Maar dat is niet een scorekaart van, oh, dan doet hij het beter of zo. Het is heel individueel waar een kindje groeit. Nou, dus dat is de groeicurve. Nou, waar wil je op letten als je kindje voedt? En ik heb daarvoor mijn checklist waar ik mee werk in de praktijk. Dat is deze. Ik zal hem zo vergroot in beeld maken. Dan kun je hem ook screenshotten. En ik verkoop ze ook op mijn website. Dan stuur ik ze op naar je. Ik heb ook andere folders voor volwassenen en dat soort dingen. En net als bij volwassenen zijn de productgroepen die je wil eten hetzelfde. Het is niet dat je als kind in één keer iets heel anders nodig hebt. Maar wat wel heel anders is, zijn de hoeveelheden. Gek genoeg heeft een kind weinig groente nodig. Er wordt altijd gehamerd op meer groente, bla bla. Maar groenten zijn heel laag calorisch. Dus vooral voor hele jonge kindjes, wanneer het maagje nog heel klein is, wil je eigenlijk juist vooral focussen op calorieën. Dan kun je wel denken aan notenpasta op brood en geen groentespread. Dat zou eerder voor wat oudere kindjes geschikt zijn. Op dingen als pindakaas. Die is ook heel erg goed en lekker vet. Ook wil je op brood iets van vet doen, zoals margarine of halvarine. Wij hebben toevallig deze, maar niet echt een, ja, maakt niet heel veel uit verder hoor. En ook als je kindje heel klein is, dan is groeimelk heel erg praktisch voor kinderen. Hier zitten extra veel calorieën in en ook extra mineralen. En je hebt 2 soorten, namelijk de aapjesmelk en de giraffenmelk. En dat maakt het makkelijker om aan die calorieën te komen. Maar hoeft niet hoor, je kunt ook met voeding binnenkrijgen. Maar zoals je bij de checklist ziet, heb ik bij hele kleine kindjes met 2 stuks fruit en pas vanaf 12 jaar 3 stuks fruit, net als bij volwassenen. En ook de groente begint gewoon heel erg laag. Dus als jouw peuter niet veel groente eet, dan ligt het niet aan jou. Het is oké. Andere voedingssoepen zoals granen en peulvruchten en vetten zijn veel belangrijker. Nou, wat van deze checklist echt heel belangrijk is, is dat je nooit dingen weglaat. Je gaat niet zuivel uit je voeding gooien en niks ervoor in de plaats. Je wil dan plantaardige zuivel. En dat kan gewoon sojamelk zijn. Die is het meest voedingsrijk. Dit bevat bijna identieke voedingsstoffen als koemelk. Dit is eigenlijk gewoon een soort halfvolle koemelk. Het levert calcium, B2, B12, vitamine D, hoogwaardig eiwit. Over eiwit hoef je niet snel zorgen te maken. Dat ga ik zo laten zien aan de hand van een edelboekje. Echt bizar. Maar dit is gewoon het meest praktische. Van alle plantaardige melken wil je alleen niet de rijstmelk aan jonge kinderen geven. En verder is het echt belangrijk dat het verrijkt is met calcium. Dat is het handigst. En in plaats van vlees en vleesproducten geef je peulvruchten. Dat kan zijn bonen, linzen, erwten of een vleesvervanger.
Alleen vleesvangers zijn vaak wat zouter. Vandaar dat je dat liever niet aan te jonge kinderen wil geven. En wat je ook ziet, het vetgehalte is vrij hoog. Noten, zaden, pinnen, avocado raad ik net als bij volwassenen 2 vakjes aan. Dus dat kan zijn op een broodje notenpasta en een broodje pindakaas. En dan s'avonds nog een half avocado bij het avondeten. Dat is een beetje het minimum aan vet wat ze nodig hebben. En ook supplementen, daar ga ik zo dieper op in wat dat nodig is. En hoe ouder kinderen worden, hoe meer ze nodig hebben. En vanaf 12 jaar reken ik ze mee als volwassenen. Ze hebben zelfs meer voedingsstoffen nodig dan een volwassene. Dus ook meer brood en meer peulvruchten mogen ze hebben, meer vetten, omdat ze zo in de groei zijn. Veel kinderen eten zo niet. Ik zie ze bij de McDonald's allemaal zitten. En bij de Albert Heijn gaan ze met een groepje naar binnen om donuts en kaneelbroodjes te halen. Maar als je kijkt naar wat ze echt nodig hebben om goed op te groeien, is het niet junkfood, maar is het natuurlijk basisvoeding. Dus groenten, fruit, granen, peulvruchten en dat soort dingen. Wat ik nog zou zeggen, geef kinderen, vooral als ze jong zijn, niet te veel typische dieetvoeding. Bloemkoolrijst, groentespread, lightproducten. Nee, we willen vol vet. We willen gewoon pasta, we willen aardappelen met olie, met notenpasta, met zaadjes. Echt gewoon calorieën. Dus soms hoor je nog wel eens heel veel angst over suiker. Dan denk ik, kind moet ook groeien. Natuurlijk niet te veel tafelsuiker, maar gewoon dadels en bananen. Prima. Kinderen hebben het echt nodig om te groeien. En het is niet fruit waar je dik van wordt. Het zijn de junkfood dingen waar mensen dik van worden. En dat is ook nog een tweede zorgen. Ik denk dat de grootste uitdaging bij kinderen niet zozeer is of ze genoeg voedingsstof binnenkrijgen. Sommige dingen wel hoor. Maar vooral de overvoeding die je tegenwoordig ziet. Junkfood wordt gewoon veel gegeten door kinderen. Vooral als ze in de puberteit komen. En er is gewoon heel veel junkfood beschikbaar. Fastfood. En de meeste dingen zijn dierlijk. Maar ook op plantaardig gebied zie je steeds meer sterk bewerkte producten komen. Nou, vegan snoep, vegan ijs. En dat maakt het wel weer moeilijker om gezond te eten. Dus ik denk dat daar eigenlijk een grotere uitdaging ligt. Dus eigenlijk overvoeding. Ik heb van mijn dochter van 3 een edelboekje bijgehouden. En die voor jullie berekent. Om eens te laten zien van hoe makkelijk of moeilijk is het nou om aan die voedingsstoffen te komen. En het edelboekje is als volgt. Ik heb voor ontbijt bijvoorbeeld een banaan. Dat is het eerste wat ze eet als ze wakker wordt. Een beker sojamelk. Dat krijgen ze meestal in zo'n blauwe rietjesbeker. En dan een sneetje brood met halfrine. Nou, wat ik al zei, ik ga hem even pakken. Wij gebruiken dan toevallig deze. En ik zag later dat hier ook allemaal extra vitamines aan toegevoegd zitten. Dat hoeft niet hoor, maar het kan ook geen kwaad. En pindakaas erop. Nou, in de loop van de ochtend een peer en een mandarijn. Mijn dochter is gek op fruit. Ik vroeg laatst wat haar lievelingseten was. Dat is fruit. Toen zei ik, wat is je lievelingsdrinken? Toen zei ze sap. Zo gek is op fruit. Dus wij verstoppen de fruitschaal, omdat ze anders alleen maar fruit eet. Nou, voor lunch een broodje. Altijd volkoren brood overigens. Dat wil je echt, echt, echt doen voor de ijzer. Met gewone appelstroop en eentje met amandelpasta. En dat is ook echt een tip. Notenpasta's. Supermarkt heeft tegenwoordig amandelpasta, cashewpasta en een gemengde. En wij kopen dus heel vaak ook nog deze van de notenshop. Die heeft goedkopere producten. Dus notenboter is goedkoper, noten los, granen. En dit kopen we 1 keer per zoveel tijd, een paar potten. En deze is heel lekker. Het is lekker, ja, het is gewoon pindakaas, maar dan van andere noten. Een amandel, cashew en hazelnoot. Oh, dit is zo lekker. Mijn dochter is ook echt dol op. Dus het is een hele makkelijke manier om noten te geven aan je kindje als die nog jong is. En die kunnen nog vaak niet kauwen op noten. Nou, wat ik er ook bij heb staan, ik heb in het edelboekje een gewone appelstroop. In appelstroop zit namelijk ijzer. Maar weet dat er ook varianten zijn met extra ijzer. Bijvoorbeeld deze van Fruitessen. Hier zit heel veel ijzer in. Per 100 gram 25 milligram. Dus per snee 1 broodje. Volkoren broodje met appelstroop is 4 milligram ijzer. En een jong kind heeft 8 milligram nodig. Dus dit is al 50%. En gewone appelstroop levert ook al wat ijzer. Maar heel veel ouders geven aan hun kind 100% appelstroop. Of 100% appel- en perenstroop. En daar zit geen ijzer in. Of heel, heel weinig. Dus ik zou vooral zeggen, pak eerder een variant met veel ijzer. Dat maakt het makkelijker om die ijzerbehoefte te halen. Want vooral bij jonge kinderen komt een ijzertekort wel vaak voor. En dat wil je gewoon makkelijk opvullen met dit soort dingen. Om nog even een vergelijking te maken met vlees. Als we kijken naar de vleessoorten met het meeste ijzer, hebben we het over rood vlees, zoals biefstuk. En 100 gram biefstuk
Dat bevat 2,8 milligram ijzer. Dit is 4 op een broodje. Dus moet je nagaan dat dit veel makkelijker, lekkerder is en praktischer vooral om die ijzer binnen te krijgen. Want je kunt niet je kind elke dag 100 gram biefstuk geven. Ik denk dat eet kinderen dat überhaupt? Ik heb geen idee. En andere bronnen, andere dierlijke dingen zoals vis en kip bevat nog minder ijzer doorgaans. Dus vandaar dat ik nu even rood vlees noem. Maar dit soort appelstroopproducten maakt het veel makkelijker. Nou, ik heb er een mandarijntje bij en dat doe ik heel bewust. Want mandarijntjes en ook andere citrusvruchten bevatten heel veel vitamine C. En we weten dat als je de combinatie maakt tussen ijzer en vitamine C, dat je het significant beter opneemt. Dus altijd een mandarijntje of het aardbeidje als ze in het seizoen zijn. Een sinaasappel of paprika's. Van alle groenten zijn paprika's het meest rijk aan vitamine C. En ook al een reepje hiervan erbij heeft effect. Het is echt heel erg slim om die combinatie te maken. In de loop van de middag wat cherrytomaatjes gehalveerd, omdat je natuurlijk in kan stikken. En een vezelrijke cracker, die eet ik zelf altijd en die vindt mijn dochter ook heel lekker. Met cashewpasta, dat is gewoon 100% cashewnoten. En een dadel, dat is op elkaar, dat is heel lekker. Met een beetje kaneel. Nou, een bekertje water. En s'avonds had ik hier een boerenkoolstampot. Gewoon een kleine portie met alleen maar boerenkool en alleen maar aardappel. En appelmoes erbij. Want met appelmoes eroverheen eet ze daadwerkelijk op. Ook ik pas allerlei trucjes toe om haar aan het eten te krijgen. En als toetje nog een klein beetje sojajoghurt met wat hennepzaad. Dat proef je niet eens als het er doorheen gaat. En wat diepvriesbesjes. Daar is ze ook echt dol op. Nou, dit was het voorbeeldmenu. Ik weet of het een beetje overeenkomt met wat jij aan je kindje geeft. Of dat het een beetje gangbare voeding is. Dit is voor ons even een heel simpel dagje. Mijn dochter eet best wel oké. Ze eet veel dingen standaard goed. Fruit, plantaardige melk gaat er goed in. Beleg gaat er goed in. Groenten heel wisselend. Soms echt, wil ze het gewoon allemaal niet. Noten gaan weer wel goed. Dus wij hebben van die checklist ook een aantal dingen die heel makkelijk gaan. En een paar dingen die moeilijk gaan. Zoals groenten gaan minder dan ik zou willen. En de bonen gaan heel slecht. Alleen witte bonen in tomatensaus gaan goed. Dus ook op deze dag heb ik geen peulvruchten. Maar alsnog haalt ze haar voedingsstoffen. Dus ik heb het berekend. Dat heb ik gedaan met de eetmeter. En ik heb het naast de richtlijnen gehouden voor een kind van 3 jaar. Het zijn heel veel getallen. En ik ga de belangrijkste dingen doornemen. De energieinname is hartstikke netjes. Die is boven wat ze nodig heeft. Nou, ze is ook al wat groter, heel actief. En dat komt omdat ik al veel vetrijke dingen geef, veel koolhydraten. En ze is gewoon echt een lekker bekkie. Ze eet wel graag. Mocht jouw kindje wat moeilijker eten, dan wil je vooral wat meer geconcentreerd eten geven. Dus niet bleekselderij geven aan je kind, maar eerder een hele calorierijke smoothie maken bijvoorbeeld. Om die calorieën binnen te krijgen. Nou, vetten gaan helemaal goed. Verzadigd vet ook. Eiwit is weer opvallend. Haar eiwitinname, en daar schrok ik eerlijk gezegd van. Want dit is heel veel. 43,5. Dat is echt normaal. Om de eiwitbehoefte van je kindje te berekenen, doe je het gewicht keer 1,2. Nou, dat zou bij haar 22 gram zijn. Dat betekent dat ze eigenlijk het dubbele aan eiwit binnenkrijgt. Dubbel zoveel. Maar ja, omdat ze plantaardig te eten krijgt, rekenen we uit voorzorg 30% extra. En dan komt het op 29 gram uit. En dat is alsnog 50% meer dan ze nodig heeft. Waarom ik een beetje twijfel of het nodig is. Het is zo dat bij vegetarisch eten was vroeger ook het advies om 20% extra te rekenen. Dat is sinds vorig jaar herzien. De Gezondheidsraad heeft gezegd dat het niet meer nodig is. Omdat als je eiwitcombinaties maakt, dan krijg je alles voldoende binnen. Dus alsnog, het is een beetje de vraag, is het nodig? Voor de zekerheid reken ik het wel mee. Dus 30% extra eiwit. Maar ja, ik zet er mijn vraagtekens bij. Sowieso is haar eiwitinname heel ruim. Ze krijgt eerder te veel binnen dan te weinig. Het is eerder slecht voor haar dat ze zoveel binnenkrijgt. Dus als mensen gaan beginnen over eiwitten, dan denk ik echt, waar heb je het over? Vandaar dat ik het ook zo viel over dat artikel. Het slaat gewoon nergens op. Nou, dan vezels. Ze krijgt dubbel zoveel vezels binnen als nodig. En dat is goed. Hoe meer vezels, hoe beter. 34,4 gram. Dat heeft zoveel gunstige voordelen voor haar lijf. Qua weerstand, qua darmmicrobioom. Maar ook later heeft ze veel minder kans op ziektes mogelijk. Omdat ze nu zoveel vezels binnenkrijgt. En zo divers ook haar vezels binnenkrijgt.
Dus ook obstipatie is iets wat zij absoluut niet kent. Dat is echt ondenkbaar. Nou, verder zout, goed, kalium, dan calcium is relevant. Op deze dag had zij plantaardige zuivel, er zit calcium in, maar ook boerenkool. En boerenkool bevat ook gewoon heel veel calcium, vandaar dat hij deze dag zo hoog komt. He, 184% heeft ze. Dat is meestal wel iets lager, maar de behoefte van 500 is vrij snel te halen. Dus ook de zorgen dat calcium tekort komt, ja, maar dat ligt echt aan wat je kind eten geeft. Als jij gewoon in de supermarkt plantaardige melk koopt en sojayoghurt koopt en dat soort dingen, dan zit je al heel snel goed. Ik heb alleen wel eens ouders in de praktijk die alles bij de biowinkel kopen. En daar zit het niet in. Dus dan moet je goed kijken naar voeding op een andere manier om het binnen te krijgen. Kan wel hoor. Alleen je kindje moet dan wel een beetje bepaalde dingen eten die wat lastiger zijn. Zoals bladgroenten. Die gaan niet altijd even makkelijk bij een kind naar binnen. Nou, dan magnesium is ook heel ruim. Dit is weer een van de grote voordelen van plantaardig eten. Het is gewoon heel rijk aan magnesium. Ook ijzer komt genoeg in de voeding. Ze zit op zo'n 11 milligram afgerond en de behoefte is 8. Dus 35% meer dan nodig. En als je nog ijzerrijke producten zou gebruiken, dan komt die nog hoger uit. Stel jouw kindje eet vooral witbrood of een vermomd witbrood, hè, wat bruin lijkt maar wit is, met chocopasta. Kijk, dan loop je natuurlijk wel ijzer mis. En daarom ligt het wel aan wat je eet of het een aandachtspunt is. En ook de notenboter helpt ook mee om de ijzerinname te verhogen. Nou, dat is selenium. Dat is de eerste die in het rood staat, met een klein beetje. En de bodem in Nederland is gewoon heel arm aan selenium. Dus veel mensen krijgen het wat minder binnen dan optimaal. En een hele makkelijke oplossing is om paranoten te nemen. En voor mijn dochter is het al genoeg om één keer per week één paranoot te eten. Nou, het is inmiddels groot genoeg om het op te kauwen. Dus ik geef haar gewoon één zo'n nootje. Maar toen ze kleiner was, deed ik het ook wel gewoon door een smoothie heen. Je kunt ook raspen, dat soort dingen. Maar door een smoothie is misschien het makkelijkst. En dan krijg je kindje toch selenium binnen. Eentje is dus genoeg. Ga er niet veel meer geven dan dat. Omdat het zo ruim is aan selenium dat het ook toxisch kan zijn. Nou, ook zink heeft ze voldoende. Maar niet heel ruim. En zink wordt ietsjes minder goed opgenomen bij plantaardig eten. Dus het loont wel om daarop te letten. Ja, dit is niet heel, heel hoog. Dus ik zou zeker zeggen, ook voor mezelf, om die peulvruchten erin te krijgen. Want die bevat ook zink. Nou, vitamine A is goed, maar wel op het randje. En dat is best wel bijzonder, want ik had hier boerenkool. En ook in de halverine zit vitamine A. Dus vitamine A is bijvoorbeeld wel een aandachtspunt. Je wil graag vaak rode, oranje en groene groentes laten terugkomen. Mijn dochter is dol op zoete aardappel. Dus als ik daar plakjes van snij en in de oven doe, dan eet ze dat best wel goed. En ook wortelsoep drinkt ze op zich wel. En ik zeg drink, want met een lepeltje gaat het echt heel moeizaam naar binnen. Maar we hebben van die rietjesbekers. Die heb je van de Vibra en bij de Zeeman. En als je soepje gewoon wat dunner is, kun je het gewoon in die beker doen. En dan met dat rietje, wat vast zit aan die beker, kun je het opdrinken. En dat is wel een trucje dat helpt. Nou, vitamine D is te laag. Dat is niet gek, dat weten we. En daarom suppleren we dat. Ik ga dat zo laten zien welke supplementen nodig zijn. Dan nog vitamine E, die zit hartstikke ruim. Ook allerlei B-vitamines zijn heel erg ruim. Want zoveel hebben kindjes niet nodig en er zit er veel in. Mocht bij jou de B-vitamines laag zijn, of bij je kindje, dan is Edelgist de beste aanvulling. Daar zit gewoon heel veel B-vitamines in. Het is heel lekker. En ik ga in een andere video nog uitleggen wat het is en wat het doet. Dus bekijk vooral die video, Edelgist. Dan ga ik even omlaag. Foliumzuur volop, echt hartstikke veel. En dan B12. En daar hoor je natuurlijk ook vaak iets over. Hè? De zorgen om B12 en je moet het bijnemen. En feitelijk is het niet zo moeilijk om die B12 binnen te krijgen als je kindje klein is. Omdat het volop ook weer wordt toegevoegd. Dus de aanbeveling voor een driejarige, voor een kind van 1 tot 3, is 0,7 microgram. En 1 glas plantaardige melk is 0,8 of 0,75. Dus alleen al dat in de ochtend zou al dekkend zijn. Nou, ze heeft 's avonds nog wat met B12. Maar uit voorzorg raad ik al wel al mijn cliënten aan om bij 2 jaar al te beginnen met supplementeren. Want een teveel aan B12 bestaat niet. Een tekort geeft hele ernstige klachten.
Dus ondanks het ruim genoeg binnenkrijgt op deze dag, geef ik haar alsnog een druppeltje B12, omdat ik, koste wat het kost, niet wil hebben dat ze ook maar in de buurt komt van een tekort. Maar ja, vooral vanaf 4 jaar, dan neemt de behoefte flink toe en die gaat naar 1,3. En dan begint het langzaam wat moeilijker te worden om het te halen uit voeding. Vandaar dat we het aanbevelen om het te gebruiken. Maar het is ook niet zo gek als je je kindje het nog niet hebt gegeven, dat hij, ja, dat hij geen last van heeft, dat hij het gewoon binnenkreeg. Nou, B3 is goed, vitamine C is weer heel ruim. Hè. Dat is een van die dingen, net als foliumzuur, magnesium, vezels. Het zijn de grote voordelen van plantaardig eten. Want dat krijg je juist heel veel binnen. Een andere die iets te laag is, is jodium. Die is 81 en die moet 90 zijn. En jodium is in de praktijk vaker een uitdaging. Dus je hoort als mensen over eiwit, dat ik echt denk, waar heb je het over? Laat het over de dingen hebben die daadwerkelijk wat lastig zijn. Zoals zink en jodium. Jodium wordt in Nederland toegevoegd aan brood. Want heel veel mensen kregen te weinig binnen. Dus lange tijd was het ook verplicht om jodium toe te voegen aan brood. Nu niet meer. Biowinkels en bakkerijen mogen kiezen wat ze doen. Supermarkten hebben wel gewoon jodium bij de altijd. 1 snee brood bevat 20 microgram. Mijn dochter at op deze dag 3 broodjes. En ze sprokkelt ook nog een klein beetje jodium binnen uit andere dingen. Maar haalt niet de aanbeveling. Nou, dat is niet meteen een probleem hoor, want die aanbeveling is aan de ruime kant. Maar je wilt natuurlijk wel proberen elke keer 100% te halen of erboven te zitten. En een hele goede manier, een plantaardige manier om dat te doen, is zeewier. Wij eten wel eens vegan sushi. Soms bestellen we dat of we maken een pokeball met norivellen. En daar zit dus ook zeewier in. En dan zou je dat wekelijks aan je kindje geven, dan is dat al een hele goede aanvulling. Dan zo'n fel nori bevat meestal zo'n 150 microgram jodium. Maar het kan een beetje wisselen. Ook over jodium ga ik nog een video maken. En die is wel heel belangrijk, moet ik erbij zeggen. Want jodium is heel erg belangrijk voor een goede groei en IQ-ontwikkeling. Dus je wilt absoluut niet dat je kindje een tekort hebt. En ook weer in de groeimelk zit jodium. Dat wordt toegevoegd. Het is letterlijk melk om van te groeien. En hier zit per glas zo'n 50 microgram jodium in. Dat is heel veel. En in deze zit ook jodium, alleen dan minder. Dus deze heeft ook wat minder ijzer, maar wel weer zink. Dus ze hebben allebei een hele andere voedingswaarde. Waarom weet ik niet, maar ja, het zit erin. En veel ouders die geven dit wel aan hun kind. Net als dat heel veel kindjes ook nog opvolgmelk krijgen. Als ze 2 zijn bijvoorbeeld. Omdat kindjes dat gewoon fijn vinden. Of als extra duwtje in de rug. Als je kinderen groter zijn, dat natuurlijk niet. Hè. Dit is echt voor hele kleintjes. Als kinderen al wat ouder zijn, dan kunnen ze gewoon wat meer brood eten. Daar wordt dan toegevoegd of je kunt dus zeewier geven aan je kindje. Toen ik het ging berekenen, was ik best wel verrast over sommige dingen. Over dat ijzer eigenlijk zo makkelijk ging. Over dat eiwit zo ruim zat. En ook weer even een aandachtspunt voor mezelf van, oh ja, weer even letten op de jodium gaat eigenlijk wel goed, want we eten regelmatig zeewier. Dus dan vult ze dat aan. Maar vooral ook de vitamine A. Dat ik echt dacht van, oh ja, wel elke dag even, of iets van worteltjes, of van tomaatjes, tomatenpuree door de pasta, weet je zo, om die bron echt goed omhoog te krijgen. En zink, die is toch een beetje een limiterende in dat opzicht. Nou, ook vullen we een paar dingen aan. Vitamine D is voor elk kind nodig, tot en met 4 jaar, of tot 4 jaar. Ik zou echt zeggen, ook voor oudere kindjes, of je nou vegan bent of vlees eet of niet, elke winter is het nuttig om vitamine D bij te nemen. Want vitamine D is heel belangrijk voor de groei, voor goede botontwikkeling, voor je stemming, voor allerlei dingen. En het zit gewoon heel weinig in voeding. De meeste Nederlanders zeggen het binnen ook gewoon uit verrijkte voeding. Het zit ook in vis, maar ja, moet je wel de juiste vis eten? Of überhaupt vis willen eten? Dus wij geven aan onze beide kinderen vitamine D. Deze van Lavine. En deze vinden wij fijn omdat hij heel puur is. Er zit olijfolie in, vitamine D en vitamine E als antioxidant, geloof ik. Dus geen andere toevoegingen. En hij is helemaal plantaardig. Ook B12. Wat ik al zei, dat raad ik wel aan om gewoon voor de zekerheid te nemen. Ondanks het niet per se heel prangend is. Wij hebben nu deze. Deze is nieuw, zover ik weet. En deze is echt heel fijn. Dit is hoog gedoseerd per druppel bevat het 50 microgram.
En ook dit is heel puur. Er zit water in, glycerol en vitamine B12. Verder niks. Het zijn rode druppels. En je kunt het gewoon door water doen. Dus als je je kindje een beetje bekertje water geeft, doe je gewoon een druppeltje erin en klaar. En wat ik ook aanraad, is zodra je kindje oud genoeg is om een tablet door te slikken, om dan over te stappen op tabletjes. Dit is namelijk nog makkelijker, nog goedkoper. Dit is de B12 van Holland & Barrett van 1000 microgram cyanocobalamine. Het zijn hele kleine tabletjes. Ik heb hem wel vaker laten zien in mijn video hoor. Dat zijn zulke minis. En dan hoeven kinderen tot 12 jaar maar 1 tablet per week. En dan ben je klaar. Dus heel moeilijk hoeft het ook niet te zijn. Gewoon 1 tabletje, hoppakee. En je krijgt alle B12 binnen die nodig is. En vanaf 12 jaar wil je naar de 2 tabletten per week. En als je 65 bent of ouder, wil je elke dag een tablet. Ja, de variant die wat moeilijker is, of net wat minder toegankelijk, want deze twee koop je gewoon in de winkel, dat is omega-3. Er wordt natuurlijk vis geadviseerd, als, ja, eigenlijk vooral vanwege die visvetzuren. En daarbij is het goed om te weten dat vissen dat niet zelf aanmaken. Vissen eten algen. Eerst kleine visjes eten de algen, die wordt weer opgegeten door een grotere vis, et cetera, et cetera. En op die manier heeft ook een tonijn allerlei visvetten in zijn lijfje. En met die visvetten ook heel veel zware metalen. En PFAS, dioxines, PCB. Algeolie is eigenlijk gewoon de pure versie. Dit is gewoon letterlijk de alg die ze uitpersen tot een olie. En daar zitten dezelfde gezonde vetten in, namelijk EPA en DHA. Dit is echt heel belangrijk. Als een kindje aan het groeien is, dan zijn die hele hersenen nog aan het groeien, aan het ontwikkelen. En dit vetzuur gaat letterlijk in het brein zitten. En dat wil je niet te weinig binnenkrijgen als kind. Ik heb zelf nooit vis gegeten, want ik vond vis smerig als kind. Dus je wordt er niet meteen achterlijk van, althans. Maar dit is wel handig om echt te geven. En ik ben er nu heel streng op. Ik geef natuurlijk borstvoeding, dus ik neem het zelf in een hoge dosering. Ik geef het mijn dochtertje. Die vindt het ook gewoon lekker. En die neemt, er zit zo'n lepeltje bij. Een kind tot 12 jaar heeft maar 2,5 milliliter nodig. Dus bij dit kleine lepeltje is dat onderste lijntje. En de olie smaakt nergens naar. Het is gewoon neutrale olie. En zo'n klein laagje van 2,5 milliliter, dat is echt heel weinig. Bevat evenveel, ik moet even goed zeggen, evenveel DHA, hè, dat gezonde vetzuur, als 100 gram zalm. En meer DHA dan 200 gram gezouten haring. Geen idee wat het is. En evenveel DHA als 60 gram makreel. Alleen makreel bijvoorbeeld wordt afgeraden als je zwanger bent. Want het is schadelijk vanwege de vervuiling. Maar waarom geef je het wel aan je dreumes? Dat is ook een klein kind. Dat kan ook schadelijk zijn. Wat doet dat met die hersenen als ze opgroeien? Ik vind dat best wel een gek idee. Dat de zee zo vervuild is. En dat we het aan onze kinderen geven. Terwijl we weten dat het stapelt, zeg maar. Dus ik geef de pure versie en ik denk werkelijk waar dat al was vis vegan geweest, dat ik het nog niet aan mijn kinderen zou geven, gewoon vanwege die vervuiling. Nou, dit nemen we dus met het hele gezin, zo'n flesje bewaar je in de koelkast. Je hebt ook algeoliecapsules, maar de meeste kinderen zijn daar nog te klein voor om dat te nemen. Ik heb nu een beetje jonge kindjes in mijn hoofd, maar je kunt ook capsules gaan geven als ze wat ouder zijn. Deze is wel goedkoper. Per dosis betaal je, denk ik, zonder korting 80 cent. Dus dat is vergelijkbaar met vis, denk ik. Nee, vis is duurder. Ik heb geen idee. Ik koop nooit vis. Maar ja, het is een duur supplement om het aan te schaffen. Maar weet dat het omgerekend niet heel gek duur is. Nou, sommige ouders geven ook aan hun kinderen nog multis. En je hebt tegenwoordig ook best wel goede varianten. Zoals ook de Yummy Gums. Deze heb ik gehaald om zelf ook te proberen voor mijn kids. Voor mijn ene kind en voor mezelf. Deze heb je ook in de kinderversie, maar ik vind persoonlijk deze samenstelling voor kinderen beter. Hier zit namelijk per gummy 12,5 microgram vitamine D in, dus dat is prima. Maar ook dus ijzer en jodium en zink, wat calcium, B2, B12. Dit is echt bedoeld voor vegans, een beetje de gaten opvullen die mogelijk kunnen ontstaan als je vegan eet. En deze geef ik dus af en toe aan mijn dochter en die vindt ze ook heel lekker. Er zit geen suiker in en doordat ze dit krijgt zit ze nog ruimer. Dus ook al zou ze een beetje aan de lage kant zitten met zink, dan krijgt ze het hierdoor nog ruimer binnen. Want met één gummy krijgt ze nog 2,5 binnen. 2,5 microgram. Een milligram. Ja, milligram. Dus dat soort dingen worden vaak ingezet meer uit voorzorg. Hè? Want je wil gewoon je kindje het beste geven, voorkomen dat er een tekort is. En ze eten ook niet altijd even gezond. Hè? Soms willen ze niet eten of zijn ze ziek. En ja,
de mensheid heeft eeuwen en miljoenen jaren geleefd op schaarste. En nu weten we hoe we, dus we weten in grote lijnen hoe we een kind gezond kunnen voeden. Dus willen we ook meteen streven naar het maximale. Je kan wel wat hebben. Dus stel je zit een dag wat lager, je kindje eet een dag wat slechter. Je ligt er niet wakker van, het komt goed. Nou, als laatste, al die informatie over die supplementen heb ik in de PDF overigens. Die kun je downloaden onderaan de video, dus die kun je gewoon lekker overnemen. Wat ik nog wil laten zien, is het volgende. Ik krijg best wel vaak de vraag wanneer ik een boek ga schrijven over vegan opvoeden. Het antwoord is nooit. Er zijn namelijk al twee hele goede boeken die ik je kan aanraden. Zoals het boek Nourish, onder andere geschreven door Brenda Davis, een hele goede vegan diëtist. En dit gaat over vegan opvoeden voor het hele gezin. Echt, echt een heel goed boek. Heel mee eens. En ook heb je voor kleine kindjes The Plant-Based Baby and Toddler. En dit is ook door twee diëtisten geschreven. En zij hebben ook de Instagram-account Plant-Based Juniors. Ook heel leuk om te volgen. Er zit wel een klein verschil in met aanbevelingen met Nederlandse dingen en Amerikaanse dingen. Wat ik ook af en toe niet snap, want in Amerika is de aanbeveling voor een kind zelfs 11 milligram ijzer. En bij ons dus 8. Dat je denkt, nou, ik ben benieuwd waar dat verschil in zit. Dus schrik niet als je het ziet. Het is echt even anders. Maar in grote lijnen, qua wat ze adviseren en de tips die ze geven, zijn gewoon hartstikke goede dingen. Ik heb heel veel verteld. De video wordt ook weer hartstikke lang. Ik ben heel benieuwd, mocht jij jouw kindjes ook plantaardig opvoeden, of jij nog tips hebt voor andere ouders die deze video's kijken, laat het voor achter in de comments. En weet dat ik nog video's ga maken over Elogist en Jodium. Mocht je dat niet willen missen, abonneer dan even. En dan zie ik je heel graag terug bij de volgende video. Tot ziens!